leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe weekvlog. Het is al maandagavond. Vanmorgen heb ik niet gevlogd, want ik had een beetje haast. Miel was blijven slapen, toen moest ik hem naar school brengen. En toen moest ik naar mijn eigen school. Ik heb wel een klein stukje op school gevonden, dus dat zal ik nu eventjes laten zien. Ja, ik ga hem weg. Ik ga het eraf knippen. Oké, maak het leuk. We zijn ook klaar met school. We hebben vandaag geen docent gehad. Nee, zorg dat ik niet opsta. Die staat er niet op, die staat achter mijn hoofd. En we gaan lekker naar huis. Doei. En nu ben ik thuis. Ik heb echt hele koude wangen. We gaan zo meteen avond eten. En daarna ga ik dansen. Dus. En ik ga even mijn video alvast inplannen voor morgen. Oké, net toen ik dus aan het filmen was, viel mijn camera uit. En hij is nu ook maar 5%. Maar ik ben nu naar Melissa aan het lopen. Want Jane is daar. En dan gaan we even oefenen met de dans. We moeten vanavond weer dansen. Maar je moet die dans wel goed weten. Dus die gaan nu nog even oefenen. Dus nu 6:15 en we hoeven pas om 7:30 te dansen. Uit adem. Wat ik aan heb is dit nieuwe shirtje van Naked. En gewoon een sportlegging van de H&M is die volgens mij. En mijn dansschoenen zitten in mijn tas. Melissa is echt maar 2 minuten hier vandaan lopen. Dus dat is echt heel erg chill. Ik wilde net een verhaal vertellen, maar toen viel mijn camera uit. En ik weet dus niet meer welk verhaal dat was. Maar ja, hij is nu ook maar 5%. Dus ik hoop dat hij het een beetje gaat halen. En oh, pardon. Doordat ik aan het lopen ben, trilt mijn beeld volgens mij heel erg. Ik ben nog niet zo heel erg goed in lopen en filmen tegelijk. Maar goed, ik ga even het Twix eten. En helemaal daar naar de overkant lopen, want daar woont Liz. En dan gaan we lekker dansen. En dan zie ik jullie straks in de auto, denk ik weer. Hoe ging het, Jane? Niet zo goed. Hoe ging het, Liz? Niet zo goed. Ik ben klaar met dansen en we wachten weer tot volgende week. Fijne avond. Ik ben weer thuis van dans en ik ben even een afspraak bij de ING aan het maken voor een zakelijke pas. Want die hebben Sjoerd en ik nodig voor vlot. Dus donderdagochtend hebben we daar een afspraak voor. Dus dat is heel erg chill. Ik ga zo meteen even lekker douchen. Het is nu 9:50. Mijn vader is naar een voorstelling iets van Guido Weijders, volgens mij. Ik heb geen idee. Dus dat. Ik ga zo meteen lekker douchen, even in mijn bed liggen, filmpjes kijken. En ga ik slapen, want morgen moet ik van 9 tot 4 naar school. En morgenavond ga ik weer sporten met Zoe, dus dat is heel erg leuk. En ja, dat is eigenlijk wel even wat ik nu te melden heb. Meer heb ik eigenlijk nog niet echt niks te vertellen. Woensdag ga ik trouwens, ik ben al om 12:30 vrij, dus ga ik met mijn moeder en met mijn broertje. Misschien dat ze hem niet meegaan, want misschien moet hij naar school. Gaan we kerstinkoop doen, dan gaan we een cadeautje kopen. Dus dat is heel erg leuk. Dus, ja, nu ga ik echt de camera uitzetten. En hij is nog 2%. Dus ik ga hem ook in de opleider doen, zodat hij morgen weer vol is. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag en ik moet zo meteen naar school toe. Ik zag net tijdens dat ik mijn make-up eruit afhaalde of mijn gezicht aan het schoonmaken was, dat daar hier een soort vlek zit. Maar ik weet dus niet of die er gisteren ook al zat en hoe ik die wegkreeg. Dus heb je er ook een vlogcamera of een gewone camera, heb je ook wel zo'n soort vlek gehad? Even weggekregen of weet wat het is, laat het even weten, want ik vind het behoorlijk irritant. Ik hoop niet dat het te erg stoort of zo. Hij zit gelukkig niet in het midden. Hij zit een beetje in het hoekje. Maar alsnog heel irritant. Wat ik vandaag aan heb is deze trui van G's Louise. Een broek van de Pieces. En ik doe vandaag eindelijk mijn nieuwe panterjas aan. Van Circle of Trust van de kinderafdeling. Want het gaat vandaag dus eindelijk niet regenen. Dus ik kan hem lekker aan doen. Ik zit vandaag tot 4 uur op school. Volgens mij, dacht ik. Ik heb mijn tas al ingepakt, laptop, boeken. Bij ons zijn de boeken echt zwaar, dus niet normaal. Maar zeg maar 3 van dit soort dikke boeken. En we moeten ze alle 3 meenemen, want zonder boeken kom je dus de les niet in. Dus heb je en 3 van die boeken in je tas zitten en een laptop. En ach, heel zwaar, maar oké. Nou, ik doe er zo meteen wel in. Het is nu 9:50 en over 10 minuten komt Charme ophalen. En dan gaan we naar school toe. Ik moet alleen nog even iets eten en even iets drinken. Want dat heb ik nog niet gedaan. En voor de rest ben ik helemaal klaar om naar school te gaan. McDonald's op dinsdag 11:30. Sam heeft gehaald, Leo heeft gehaald. Ik ga even laten zien. Ik moet wel een extra mayo in, want ze hebben mij niet gegeten. Nee. Mayo. Hamburger. Dubbele hamburger. En patat. Char mag niet veel, maar die is lekker chips aan het vreten. Ja. Ja, kom maar.
Wij zijn vrij. Hoe laat is het? 3:30 of zo? We gaan nu lekker naar huis en het is hartstikke koud. En morgen zijn we lekker vrij. Want morgen hadden we eigenlijk alleen Nederlands en rekenen. En morgen gaan we de rijbewijs ophalen. Sjerf gisteren de rijbewijs gehad. Volgens mij heb ik het wel verteld. Hoi Kensie, Bensie. Ja. Wat wil ik zeggen? Dat we morgen in de auto gaan rijden. Nee, want ik ga morgen naar de stad met Sam en mijn moeder. Oh ja, grappig. En morgen ga ik kerstcadeaus kopen met mama en Sam. En vanavond ga ik weer sporten met Zoe. Dus. Maar het compenseert niet heel lekker, want ik heb vandaag McDonald's gegeten. Dus ik kan net zo goed niet gaan sporten. Oh. En ik moet me vandaag weten hoeveel vet en hoeveel spier ik heb. Maar het weet er geen mek kunnen eten. Ja. Of mijn capuchon op, dat is veel te koud uit dit leven. Ik ben nu thuis uit school en het lijkt echt wel vet donker of zo. Maar ik heb 2 pakketjes gekregen. Dus die wilde ik eventjes laten zien. Als eerst eentje van Ideal Sweden. Oh. Hier heb ik ook een kortingscode voor. Die zal ik eventjes in de beschrijving zetten. Oh. Maar dat is dit vet, vet, vet leuke hoesje. Kijk even hoe schattig. Zwart. Met rode. En witte hartjes. Oh god, ik vind deze zo leuk. Straks ook voor Valentijn en zo. Ik heb hem voor de iPhone 8 Plus. Want ik heb ook een iPhone 8 Plus. Mijn telefoon ligt nu niet hier, maar oké. Okay. Deze heb ik dus in ieder geval gekregen van Ideal Sweden. Hoe heet dat? Er loopt iemand voor de post. Awkward. Kortingscode staat in de beschrijving voor Ideal Sweden. En dan heb ik nog een pakketje. Ik weet niet wat het is eigenlijk. Maar daar gaan we vanzelf achter komen. Oh, ik weet al wat het is. Voor de mensen die vorige week mijn extra video hadden gezien, zagen dat ik een zelfrijder ging uitproberen. Maar dat er geen handschoentje bij zat. Toen kreeg ik van het PR-bureau, mooi, een berichtje. Dat ze een hele leuke video vonden. Dat er iets fout was gegaan met mijn verzending. Maar er hoorde wel een handschoentje bij te zitten. Dus die hebben ze alsnog opgestuurd. Echt onwijs lief vind ik dat. Ga ik even openmaken. Het was dus van Bondi Scent. Heb je die video nou nog niet gezien? Ik zal hem aan het einde van, deze video even linken. Oh my god, het is kapot lekker zacht. Maar hier kan je dus die zelfbruiner zo mee doen. Dus echt heel erg lief dat ze dit gebracht hebben. Hi Fleur, we zagen in je video over Bondi Scent. Hij is super leuk geworden. We zijn al benieuwd naar de volgende Shop It or Drop It. Helaas is er iets fout gegaan bij het pakketje. Er hoort namelijk een speciale applicaat. Spons bij te zitten. Hier zie je dus alsnog sorry voor het ongemak. Nou, ik wist niet eens dat hij erbij hoorde. Dus ik vind het super lief dat ze deze alsnog hebben opgestuurd. Ik vind dit zwarte hier heel irritant. Ik weet ook niet wat het is. Ik ga vanavond even aan mijn vader vragen of hij weet wat het is. Maar ik ga het nu even allemaal opruimen. Ik moet nog even een paar opdrachten voor school doen. En dan komen er straks als het goed is nog 2 pakketjes binnen. Of in ieder geval 1 pakketje. Van DHL. Dus daar ga ik ook eventjes op wachten. En ja, straks vanavond lekker spaghetti carbonara eten. En ik vind dat zo lekker. Dat is echt, denk ik, een van mijn lievelingsetens. Ah, kijk even hoe leuk mijn nieuwe hoesje is. Het is toch echt heel erg leuk gewoon. Ook voor met Valentijn en zo. Ik weet niet, ik vind ze heel erg leuk. Het is 7:55. Ik ga over 5 minuutjes weg. Ga ik Zoe ophalen. En dan gaan we lekker dansen. Ik zal even laten zien. Dit shirt valt dus best wel groot. Want ik heb een maat XS besteld. En ja, je ziet het nu niet heel erg goed omdat ik een broek aan heb. Maar ik kom tot hier. Die armen zijn ook best wel groot. Maar ik vind het best wel gaaf of zo als je het zo een beetje in je broek doet. Maar daar moet je dus wel even rekening mee houden als je dit shirt wilt, dat hij best wel groot valt. Dus niet dat je denkt, oh ik neem een M, want dan valt hij lekker oversized. Hij valt al heel erg oversized, dus ja. Ik zal ook in deze weekvlog nog wel even alle items in de beschrijving zetten. Zodat jullie die gewoon kunnen zien en niet naar de vorige video hoeven te klikken hiervoor. Ik ga even een fles water vullen. Want die is probably kind of leeg. En dan, ik krijg zoveel leuke reacties op mijn vorige weekvlog. Omdat ik ben heel erg aan het proberen om meer buiten te filmen. Buiten mijn kamer, want dat werd heel erg vaak gevraagd. Ik krijg zoveel leuke reacties erop, dus dat vind ik echt heel erg leuk. En wat we zo meteen ook gaan doen. We gaan volgens mij, denk ik. Ik moest eigenlijk afgelopen zaterdag op werk. Want waar Zoe en ik gaan sporten is bij mij op werk. Moest ik eigenlijk mijn vet- en spierpercentage massa meten. Maar ik was vergeten.
Dus ik hoop dat het zo meteen kan. Want je moet het doen voordat je gaat sporten. Dus ja, ik hoop dat het zo meteen kan. En ik ben zo erg benieuwd. Want je mag dus, Zoe was wel geweest. En die zei dat je dus minimaal 30% vet mag hebben of zo. Nou, volgens mij heb ik echt 85% vet. Want ik heb echt al levenslang niet meer gesport. Maar ik hou het nu best wel aardig uit met Zoe. Dus ik ga even mijn spullen pakken. En dan ga ik daar niet filmen. Want kijk, mensen vragen dan wel van, ja, wil je je sportroutine filmen? Maar we zijn pas 3 weken bezig. Dus we moeten voor onszelf ook gewoon nog even kijken hoe alles moet. En moeten even onze draai erin vinden. En als we het straks wat langer doen, wil ik best wel wat dingetjes filmen als we sporten. Als we zeg maar echt weten waar we mee bezig zijn en zo. Maar voor nu moeten we zelf ook gewoon nog heel erg uitzoeken van, wat zijn we aan het doen? Wat willen we doen? En die man is ook ons gewoon nog aan het helpen. Dus ik denk dat het leuker is als het straks wat meer vanzelf gaat allemaal om het aan te filmen. Dus voor nu ga ik eventjes niks filmen. Maar hoe langer de tijd vordert. Ik weet niet hoe je dat noemt. Zal ik wel wat gaan filmen. Maar ja, we gaan in ieder geval trainen we onze lenigheid. Onze rug, want we hebben allebei best wel snel last van onze rug. Onze benen, billen en buik en een heel klein beetje armen. Dus dat komt ooit nog wel. Voor nu ga ik even lekker zelf sporten met Zoe. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag. En ik heb vandaag geen school, ik ben lekker dagje vrij. Ik ben even foto's aan het maken hier in de spiegel voor de collectie van Naked. Want die moet ik zaterdag erop zetten en ik had nog geen foto's. Jeetje, zonlicht. Dus die ga ik nu even maken. Ik heb nu dit pak aan van Ananoushi. Dus ik wil wel gelijk even laten zien hoe die staat. Ik heb hem in een maatje 34 gelopen. En hij zit eigenlijk echt precies goed. Ik vind hem echt heel erg leuk. En ik ga dus ook vandaag naar de stad met mijn moeder en mijn broertje. En dan ga ik met deze even een foto maken. Want er moet ook een foto op Instagram mee. Hier ligt de rest van de stapel. Dus die ga ik ook even een foto mee maken nu. En dan zometeen. Oh. Zometeen ga ik even een video opnemen. En daarna kan mijn moeder elk moment komen. En dan gaan we even lekker de stad in. Ik weet alleen nog niet welke schoen ik hierbij aandoe. Eigenlijk zouden deze er wel echt ziek bij staan, denk ik. Maar voor de stad is dat een beetje too much. Dus ik denk dat ik gewoon mijn zwarte Isabel Marantz erbij aantrek. En welke jas weet ik alleen nog niet. Maar goed, ik ga nu even foto's maken. Voor Insta, voor mijn story. En dan zie ik jullie zo weer. Oké, dit is die blouse. Ik heb hem nu even in mijn broek gedaan. Omdat die anders echt best wel groot en lang is. Ik had beter een maatje 32 kunnen nemen. Maar ja, die was uitverkocht. Verder is wel gewoon echt een hele mooie en chille blouse. En wat ik ook heel erg leuk vind is om dan dat vest eroverheen aan te doen. Even kijken of dat met één arm lukt. Ja. En dan eigenlijk een beetje dat vest dan een beetje zo nonchalant om je schouders heen laten vallen. Zo vind ik dit wel echt heel erg leuk staan. Dat vest komt best wel tot ver. Ik weet niet of je het in deze spiegel goed ziet. Ja, hij komt best wel ver dat vest. Maar echt, oh, deze kleur en ja, deze is gewoon echt top. En dit blouseje en dat pak van dit is van de Ananoushi lijn. En dit vest is ook weer van iemand. Zo'n Instagram chick, volgens mij. Van Camille Botten of zo. Ik ken haar verder niet, maar in ieder geval dat was ook een samenwerking. Deze had ik in een maatje XXS, dus kan je nagaan hoe klein die of hoe groot die valt. Die had ik in maatje 34. Deze blouse had ik in maatje 34. En dan heb ik hier nog de glittertop die ik even ga aantrekken. In een maatje XS. En dan had ik natuurlijk nog dat shirt van gisteren. Even kijken, ligt die hier? Ja, dat is deze. Die met dat groene printje. Die heb ik ook in een maatje XS. Maar die hebben jullie gisteren al kunnen zien hoe die aanstond. Oké, ik heb alle kleding even opgeruimd. Ik heb dit pak weer aangedaan en het video gefilmd. Ik ga nu even een ander stukje filmen voor een andere video. Lekker bezig. Het is nu 10:55 en dan ga ik zo meteen met mijn moeder en met mijn broertje naar de stad. Althans, mijn broertje voelt zich niet heel erg lekker, dus ik weet niet of die meegaat. Maar ik hoop het wel, want dan kunnen we lekker kerstinkopen doen en lekker gezellig.
Het is 9:45. Rond 10:45, 10:30 moet ik Char ophalen. Want we hebben een afspraak bij de ING voor een zakelijke rekening. Gisteren heb ik eigenlijk niet zo heel erg veel gefilmd meer na die Charbeelden in de stad. Omdat mijn moeder en ik geen kerstcadeautje kopen. En Borst ging uiteindelijk niet mee trouwens. Maar ik kan natuurlijk niet al die kerstcadeautjes hier in de video laten zien. Want al die mensen kijken ook mijn video's. En anders zouden ze wel zien wat ze zouden krijgen. En dat is niet leuk. Dus dat kon ik niet laten zien. En in de avond ben ik naar Miel gegaan. Hadden hij en zijn moeder een kerstboom gehaald. En ja, het was gewoon heel erg gezellig en leuk. Nu ben ik weer thuis. Vandaag moet ik stage lopen van 12 tot 9. Heel erg leuk. Maar zaterdag hoef ik niet te werken. Dus dat is wel heel erg chill. En ik heb gisteren een pakketje van Chicoop ingekregen. Dus die wilde ik eventjes aan jullie laten zien. En dan ga ik me even verder klaarmaken. Heb ik mijn hoesje al laten zien? Volgens mij wel. Maar kijk even hoe schattig het hoesje is. Dat wil je toch opeten? Het is toch veel te leuk. Ik heb mijn make-up al gedaan. Slechte mijn haar. En laten we maar even een pakketje open gaan maken. Want het is best wel een tijdje geleden dat ik deze items heb doorgegeven. Dus ik weet niet precies meer wat erin zit eigenlijk. Ik zie hier iets met glitter. In een maat S. Die gaan we even openmaken. Oh, dit is een heel leuk topje. Oh, leuk. Kijk, een heel doorschijnend topje. Hier zou ik zo'n mooie bralette onder dragen of zo. En er zitten allemaal... Ik weet niet of je dat kan zien. Volgens mij niet echt, maar er zitten allemaal een beetje bronsgele glitters in. En een wat wijdere hals. Dus die. Dan zit er iets zwarts in een maat one size. Kijk wat dit is. Oh, een trui. Oh, dat vind ik heel leuk. Het is een zwarte trui. En aan de mouwen heeft hij van die strikjes. En de zijkant is best wel hoog open. Ik zal even... Weet dat? Zie je dat? Een beetje open zo. Ik zal van het weekend even aanbeelden maken. Zodat jullie kunnen zien hoe het staat. Maar deze in ieder geval. En van alles staat een linkje in de beschrijving. Dan... Een witte trui, denk ik, in een maat one size. Oh, deze vind ik ook heel leuk. Ik hou echt heel erg van witte truien, dus deze vind ik echt heel erg leuk. Met die hartjes ook. Ik weet niet waarom, maar het doet me gelijk aan Valentijnsdag denken. En dan als laatst hier nog iets, maar ik kan hier geen maat op vinden of zo. Dus ik denk dat het een one size is. Oh, dit is een trui die je zeg maar, ja, hoe ga ik het uitleggen? Een off-shoulder trui is dit. Dan moet je hem zo om je schouders heen doen. Vet leuk, ook weer een witte trui. En dan hier heb je een soort patroontje lopen. Echt heel erg leuk. De trui van Chicoop voelen altijd zo lekker, zeg maar, deze kwaliteit van deze trui voelt echt... Zo onwijs lekker is dat gewoon in de Zara kunnen liggen, zeg maar. Chicoop is een webshopje uit Zweden, zal iedereen ondertussen wel weten, denk ik. En ze versturen met DHL best wel snel. Dus dat is onwijs chill. En ik zal natuurlijk even alle linkjes in de beschrijving zetten. En van het weekend even aanbeelden maken. Maar daar heb ik nu niet zo heel veel tijd meer voor. Want ik ga me even aankleden, ontbijten, spullen pakken. En dan ga ik goede tijd afkijken, want dan ben ik nu aan het doen. Dus, ik heb me helemaal aangekleed gegeten. Ik heb gewoon een zwart shirt aan van de H&M. En een zwarte flarebroek van de Sting. Ik ga nu nog even video's kijken. Want ik hoef pas over 20 minuutjes naar Char toe. Trouwens, dat zwarte vlekje hier, wat hier in het hoekje zat, is weg zoals je kan zien. Ik had gewoon even mijn lens eraf gereden. En er zat dus een stofje of iets tussen. En dat was dus dat zwarte. Dus dat is heel erg chill dat dat weg is. Ik heb zoveel dozen in mijn kamer staan en zoveel troep. En ook één doos die ik pas in januari kan laten zien aan jullie. Dus die doos die staat er nog eventjes. Maar ik moet echt even... Ik moet echt even deze week... Maandag ben ik vrij van school. Ga ik denk ik even heel mijn kamer opruimen. Want het is echt één grote show. Ik word helemaal gek in mijn hoofd ervan. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. En zoals jullie zien ben ik niet op stage. Ik ben vandaag niet naar stage gegaan. Of ik ben vandaag niet op stage. Want ik voelde me vanmorgen en gisteravond gewoon niet zo lekker. Gewoon niet zo lekker in mijn vel. En toen had ik Kim
de baas zeg maar even een appje gestuurd. En die zei, blijf vandaag maar lekker een dagje thuis. Ik zie je volgende week weer. Dus dat vind ik echt heel erg lief en heel erg fijn. Dus ik heb vandaag lekker een soort van uitrustdagje en zo. Maar ik wilde wel even de kleren van Chiquel laten zien voordat ik dat zou vergeten. Ik heb als eerst dit topje aan. Die off-shoulder trui. Ik vind hem echt heel erg leuk. Alleen het irritant is als je je arm omhoog doet, gaat die trui ook omhoog. Dus je moet hem wel aantrekken als je niet te veel op een dag je armen gaat bewegen. Maar deze vind ik dus wel echt heel erg leuk. En het stofje is zo lekker zacht. Ik weet niet of je het goed ziet, maar dit stofje is echt heel erg lekker zacht. En trouwens, mijn flarebroek is van de Sting. Daar krijg ik altijd heel erg veel vragen over. Die is van de Sting dus. Maar dit is dus trui nummer 1. Dit is trui nummer 2, een zwarte. En dan aan de arm heeft hij van die strikjes. Alleen, ja, ik kan hem nu niet vastmaken. Want met één arm strikje maken lukt niet. Hij heeft hier best wel een diepe split. Ik weet niet, kan je dat goed zien? Het is echt zo moeilijk te laten zien met zwart, ja. Je ziet, hij heeft echt wel best wel diepe split. Maar ik vind het eigenlijk best wel gaaf. Mijn kettingje trouwens is van Joy van M&M Boutique. Dan weet je dat ook. Ik heb een vlechten, maar ik zie er echt niet uit. Maar boeien. Maar deze trui dus. En dit is ook weer een beetje, stelt die scherpje. Ja. Beetje hetzelfde stofje als die witte. Oeh. Daar ging ik bijna. Maar deze vind ik ook echt heel erg chill. En ook best wel leuk op deze broek. En ik moet op school natuurlijk altijd zwart aan. Dus deze trui is er wel echt heel erg chill voor, denk ik. Dan dit glittertopje. Normaal zou ik deze aandoen met een bralet. Maar ik heb nu even een normale BH aan. Daarom hou ik even mijn hand ervoor. Omdat die best wel erg doorschijnt. Ik vind het wel echt een heel mooi stofje. Nu zie je die glitters wat beter dan vorige week. Deze is heel erg chill voor het uitgaan. En ik vind die hals ook mooi dat hij zeg maar een beetje zo open is. En die lengte komt ongeveer gewoon tot hier. En dan als laatste deze. En ik denk dat dit mijn favoriet is. Met die hartjes erbij schijnt er een heel klein beetje door zoals je ziet. En hij kriebelt ook wel een beetje. Maar ja, je kan er gewoon natuurlijk een hemdje of een t-shirtje of zo onder doen. Maar deze vind ik echt heel erg leuk. Ik hou heel erg van witte truien. En die hartjes erop vind ik gewoon heel erg leuk. En als je dan zo'n kettingtje. Ja, deze hou ik denk ik ook gewoon lekker aan vandaag. Want deze vind ik echt top. Dus thank you, Chiquel. Oké, ik heb even Body de hond uitgelaten. Even een slokje water nemen. En dan ga ik naar Mew toe. Want, jeetje. Helemaal buiten adem. Want die is net thuis van school. In mijn jas krijg ik altijd best wel veel vragen over. Maar die is van Parajumper in een beetje een groene, grijze kleur. En ik heb even een poster hier. Die is voor zijn moeder. Dus die neem ik ook eventjes mee. Dus, jeetje. Helemaal buiten adem. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Ik hoef vandaag lekker niet te werken. Ik zie dat mijn camera leeg is. Dus die moet gelijk in de oplader. Want ik ga zo meteen met you. Gaan we de stad in. Gaan we even lekker wat eten. Waarschijnlijk. En ook samen foto's maken. Dus dat vind ik echt heel erg gezellig. Ik heb vanmorgen rijles gehad. Oh, waarom krijg ik deze oplader er niet in? Vanmorgen had ik rijles. Ging best wel goed eigenlijk. En ik wil dus mijn bed in mijn kamer veranderen. Ik wil dus dit kastje wil ik hier onder mijn posters doen. En dan wil ik mijn bed hier in de hoek doen. Dus mijn vader gaat zo weg. Dan denk ik dat ik het dan even stiekem ga doen. Want mijn ouders worden echt gek van mij. Ik wil mijn kamer echt het liefst elke dag veranderen. Maar goed, ik ga even snel mijn camera aan de oplader doen. Ik heb mijn make-up wel gedaan. Mijn haar nog niet zoals je kan zien. Mijn outfit ook nog niet. Want ik wil even een foto maken van dat pak. Want ik heb al een foto met mijn moeder gemaakt afgelopen woensdag. Maar ik vind de foto's niet heel leuk. Het kan wel, maar niet heel leuk. Dus dat wil ik even opnieuw doen. Ik wil even een foto met die blouse. En met mijn Gucci ring. En ik ga gewoon even wat outfits pakken. Kan ik deze in de oplader doen, mijn camera. Zodat ik hem straks wel mee kan nemen. Want ik vind het niet leuk als ik mijn camera niet mee kan nemen. Oké, ik heb mijn kamer veranderd. Ik ga het even snel laten zien, want eigenlijk moet ik weg. Maar mijn bed staat hier nu dus hier met het kastje. En heb ik het zo, maar ik moet nog echt helemaal opruimen. Want het is echt een heel erg bende in mijn kamer. Maar ik heb even dit pak aangetrokken weer van Ananoushje. Want ik wil er even een nieuwe foto mee maken. Mijn haar even gesteld. Mijn Isabel Marant is eronder aan. Ik heb een tas mee met outfitjes. En ik neem ook schoenen mee. Mijn camera is 24%. Dus stel scherp. Ja. Camera is 24%. Dus ik hoop dat ik er een beetje mee kan filmen. Maar ik ga nu mijn scooter pakken en onderweg naar de stad. Ik ben met you en we hebben net foto's gemaakt. Dus dat het is zo koud. Ik denk oprecht dat het min 1 graden is. En voor mij is het echt 2 graden of zo. Ja. Gewoon bij het vriespunt. Gewoon niet normaal.
En het is zo druk in de stad. Het is ook niet normaal. En we gaan nu lekker naar huis. Even opwarmen. Ik moet eerst mijn bed opruimen voordat ik erin kan liggen. Dus dat is een beetje jammer. Maar, en mijn camera ligt trouwens in mijn scooter. Vandaar ik even met mijn telefoon filmen. Echt, het is zo koud. Ik hoop echt niet dat het nog kouder gaat worden deze week. Volgens mij wel. Ze hebben voor februari hebben ze min 10, min 20 voorspeld. Ja, dan zijn wij leuk is dat. Ja. Ik ben thuis en het is zo verschrikkelijk koud. Ik heb een stukje met mijn telefoon gefilmd. Ik weet niet of dat goede kwaliteit is of dat je mij helemaal niet hoort. Maar ik was dus mijn camera en mijn buddy van mijn scooter vergeten. En you en ik ging gewoon foto's maken en zo. En echt jongens, you maakt zulke mooie foto's. En voor het aantal, voor zeg maar de mooiheid qua foto's die zij maakt, heeft zij zo weinig volgers. Maar ze heeft veel volgers. Maar haar foto's verdienen gewoon zoveel meer volgers. Dat is echt bizar. Maar ik ben nu dus thuis en zoals je ziet heb ik er een andere auto staan. Dit is een blouseje van de Anna Nushin X Naked Line. Broek is van de H&M, Gucci riem en mijn zwarte is een brand. Ik hou dit denk ik ook gewoon aan, want mijn vader is morgen jarig. Dus vanavond komen opa en oma even langs. En dan ja, hou ik dit gewoon aan. Wat ik nu ga doen is mijn kamer verder opruimen. Want daar was ik er net natuurlijk niet aan toegekomen. Vanavond komt Milan hier ook slapen, dus dat is heel gezellig. Ik moet even het cadeautje voor mijn vader inpakken. En mijn camera op de oplader doen. Want ik zie dat hij nog maar 9% is. Dus dat is niet heel erg veel. Oké, hoe ga ik het allemaal kunnen dragen? Ja, zo. Nu heb ik niet aan mijn telefoon valt. Want hij ligt best wel los op mijn tas. Oh, het is zo donker in mijn kamer. En zo'n troep. Ik moet het echt gaan opruimen. Dus dat is wat ik nu ga doen. Foto kun je op mijn Instagram zien. Denk ik. Weet ik wel zeker eigenlijk. En we hebben echt vet lekker gegeten bij een restaurant met een cafeetje. Café de Flores of zoiets heet dat. Staat in mijn Instagram highlight. Jezus, ik ben helemaal buiten adem. Ik ga even verder met mijn kamer opruimen. Maar ik vind het wel echt onwijs leuk. Ik ben heel erg benieuwd wat Mio ervan gaat vinden vanavond als die komt. Oh, dan ben ik buiten adem. En over een week zit ik hier en ik ben in Parijs. En daar heb ik echt super veel zin in. Oké, deze kant van mijn kamer heb ik nu een beetje opgeruimd. Hier niet, maar dit komt morgen of maandag wel. Hier staat nu dit kastje met wat leuke spulletjes erop. Mijn spiegel, ik heb even mijn badjas aan, maar ik heb echt ontzettend koud. En dan mijn bed, die staat daar zo naast mijn raam. En dan dit kastje, hier liggen nog wat frummeltjes op. Moet ik nog even kijken waar dat hoort. En dit moet ik ook nog even opruimen. Maar als jullie nou een roomtour willen zien, laat dan even weten, want dan ga ik die voor jullie filmen. Dan kan ik ook gewoon wat duidelijker uitleggen en zeggen waar alles van is en zo. En ook kussentjes krijg ik namelijk heel vaak de vraag over. Hier zou ik ook wel wat vragen over krijgen. En ja. Ja, dan kan ik in ieder geval een roomtour maken als jullie dat leuk vinden. Heb ik nog iets te vertellen? Volgens mij niet. Ik ga nu even deze twee planken opruimen. En dan ben ik wel klaar. En dan ga ik lekker filmpjes kijken. Het is zaterdagavond 10:50. En ik ben even een video aan het bewerken die in de vakantie online komt. Miu die was hier net, die was hier blijven eten, maar die is even naar een verjaardag toe. Ik zou er eigenlijk ook heen gaan, maar ik had echt geen zin. Dus ik ben niet gegaan. Ik ga nu gewoon even lekker deze video bewerken. En dan heb ik die maar alvast klaar. Het is nu dan inderdaad, zoals ik net al zei, 10:50. En Miu kan nou, niet elk moment terugkomen, maar hij kan wel binnen een uur terugkomen. Dus daar ga ik gewoon op wachten. En dan gaan we daar nog even denk ik een film kijken of zo. En ik weet dus nu eindelijk hoe ik mijn foto wil bewerken. Ik heb een preset gemaakt in Lightroom. Lightroom ding. En de foto die ik er morgen op ga zetten voor Naked. Is deze foto. Ik vind het best wel chill geworden hoe die is geworden zeg maar qua bewerken. Dus dat is top. Ik ga zo meteen even lekker mijn make-up er alvast afhalen. Pyjama aan, want ik heb nog steeds mijn kleren aan. En morgen is mijn vader jarig, dus ga ik het cadeautje geven. En morgenavond gaan we ook uit eten naar de Wok, volgens mij of zo. Ik weet niet waar we naartoe gaan. Volgens mij naar de Wok. Dus daar heb ik ook heel erg veel zin in. Dus ja, fijne avond alvast en ik zie jullie morgen weer. Jongens, kijk, het is aan het sneeuwen. Kan je het goed zien? Ik weet niet meer hoe leuk is dit. Sneeuw op mijn vaders verjaardag morgen. Het is namelijk nog steeds zaterdag trouwens. Kijk nou.
kapot leuk. Maar ik denk dat het morgen alweer weg is, want het wordt morgen 8 graden. Dus dan zal het vast niet blijven liggen. Oké, ik was aan het filmen en het viel opeens uit. Maar het is vandaag zondagavond. En mijn neef zit hier even een filmpje te kijken op bed. Maar we gaan zo meteen uit eten. Want mijn vader die is vandaag jarig. Ik moet alleen nog even mijn mascara doen. Dat heb ik niet gedaan. Miel is nu aan het douchen. En ik moet nog even kijken wat ik ga aantrekken. Dat weet ik ook nog niet. ja, ik was dus aan het filmen hoe ik mijn make-up aan het doen was. Maar hij viel uit. Met het omdat mijn geheugen niet meer goed was. Dus ik heb een paar video's verwijderd. Maar ik moet het wel een beetje opschieten. Want het is nu 5 uur. En om 9:50 gaan we weg. Dus over 20 minuutjes. Dus ik ga me even snel klaarmaken. Niet filmen, denk ik. Wat loop je daar weer te blazen? Ik moet bijna in mijn keel schieten. Een soepje bij haar keel. Oh. Ik weet echt nog niet wat ik aan ga trekken. Maar dat zie ik zo. We gaan bij de wok eten. Want mijn ouders wilden volgens mij eerst sushi eten. Maar mijn broertje vindt sushi niet lekker. Maar bij de wok kan je natuurlijk ook gewoon sushi eten. Dus dat is op zich wel chill. Wie is je broertje? Yes, soepkip. Dus ik ga hem nu even snel klaarmaken. En wat soepkip? Ja. Oh, sorry. Soepkip. Soepkip. Ik heb nu nog gewoon watjes aan. Ik ga hem even snel klaarmaken en dan gaan we straks lekker uit eten. Het is vandaag maandag en ik wil even sorry zeggen voor de saaie vlog van deze week. Maar ik heb er wel een reden voor. Ik heb namelijk de afgelopen week heel erg veel andere dingen gefilmd. Waardoor de vlog er zeg maar een soort van bij inschoot. Want dan had ik al echt een uur gefilmd. En dan dacht ik, oh mooi, ik heb er vandaag heel veel gefilmd. En dan dacht ik, oh shit, maar dat is voor die andere video en niet voor de vlog. Dus daarom dat de vlog er een beetje bij in is geschoten of zo deze week. Ik hoop wel dat jullie het alsnog een leuke vlog vonden. Gisteravond zijn we uit eten geweest voor mijn vader, die was 40 geworden. Dus dat was echt heel gezellig. We gingen naar de wok. Maar vroeger was het dus zeg maar de wok dat je gewoon kon lopen en zelf kon pakken. Nu was de wok waar wij altijd gaan een soort sumo idee geworden. Je moest gewoon strepen wat je wilde en zo. Maar om het goed te maken van deze week vlog heb ik wel iets anders heel erg leuks. Namelijk vanaf zaterdag 22 december tot... Ga ik heel even op mijn telefoon kijken. Oké, maandag 24 december tot 5 januari komt er elke dag een video online. Behalve op zondag. Maar dus vanaf 24 december tot 5 januari komt er elke dag een video online. Dat kan een weekvlog zijn, want elke dinsdag komt er natuurlijk een weekvlog online. Maar er zullen ook andere video's zijn. Q&A, mukbangs, get ready with me's, stash video's. Echt, ik heb heel veel ideeën gemaakt. Vandaar dat ik deze week dus ook zo druk aan het filmen was daarvoor en zo. Dus ik hoop dat jullie het een beetje begrepen. En dat jullie het heel erg leuk vinden dat ik dus eigenlijk de hele kerstvakantie door elke dag een video ga plaatsen. Behalve op zondag. Zondag is gewoon even een uitrustmomentje. Dus ja, elke dag in de kerstvakantie heb je dus elke dag wat te doen. Kan je elke dag lekker een video van mij kijken. Zou ik ook echt heel erg leuk vinden. Vind je dit nou een heel erg leuk idee? Doe dan een blauw duimpje omhoog. En vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het toch blijven volhouden. En blijven kijken naar deze video. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei doei!